een avondje uit geweest en de volgende dag heb je een piep in je oren. Heb jij het al eens meegemaakt? Waarschijnlijk wel. Maar daar hoef je toch geen zorgen om te maken. Toch wel. Het is namelijk een alarmsignaal van je hersenen. Je hebt je oren overbelast. De oorzaak ligt bij de haarcellen in het slakkenhuis van je oor. Deze behoren tot de kwetsbaarste zintuigcellen in ons hele lichaam. Soms gaat het gepiep voorbij en herstellen de haarcellen. Maar heb je je oren overbelast en zijn je haarcellen niet veerkrachtig genoeg, dan blijft het gepiep. En dit noemen we tinnitus of oorsuizen. 15% van de volwassenen heeft tinnitus. Dit hoor je dan permanent, om gek van te worden, niet? Vele patiënten geven dan ook aan problemen te hebben met aandacht, slaap, concentratie, angst of stress. Jammer genoeg is er geen behandeling voor het oorsuizen te genezen. De meeste behandelingen zijn gericht op het verminderen van de last van het oorsuizen. En een van die behandelingen is het elektrisch stimuleren van de hersenen. De oorsprong ligt in de hersenen. Patiënten met oorsuizen hebben namelijk een overactiviteit in hun hersenen. En die willen we verminderen met behulp van elektrische stroom, om zo het gesuis tegen te gaan. Zijn dit dan elektrische schokken? Gelukkig niet. Met behulp van kleine elektrodes geven we een lage stroom aan de hersenen, waardoor patiënten het nauwelijks voelen. Deze therapie geven we steeds voor een half uur en we herhalen het meermaals. 1 op 3 ervaart minder last van oorsuizen dankzij elektrische stimulatie. Stroom kan het suizen dus sussen. 1 op 3 lijkt misschien weinig, maar het is een belangrijke stap vooruit. Soms kan er nog nood zijn aan andere behandelingen of een combinatie met de stroomtherapie. Momenteel optimaliseren we de elektrische stimulatie en onderzoeken we ook welke behandeling het best voor wie werkt. Maar eigenlijk kennen we de effectiefste manier al om oorsuizen tegen te gaan. En dat kan jij doen. Ga je naar een concert, fuif of festival? Gebruik dan oordoppen. En liefst op maat. Want zo bescherm je je oren optimaal en kan je toch nog van de muziek blijven genieten.